Kijk, ik moest een hele alle boren, maar het is niks. Met lede ogen kijkt akkerbouwer Tony Ebbe uit het Brabantse Groeningen naar zijn percelen pootgoed. Door het hoge water in de Maas liep alles onder water. En ze zijn al zo rot dat ze rot waren. Oh man. Het water stond hoog. 2 weken geleden stond het water ongeveer plus minus hier. In 5 dagen tijd van niks tot niks. Alleen ja, de oost die is verloren gegaan. En zeker dit perceel hier, dat is 9 hectare première pootgoed. Het is afgeschreven. Dit zou een aardappel moeten zijn. Nee, dat is eentje geweest. Hier de pier, die geniet er nog van, zie ik. Ze had die hele nieuwe huis gevonden. Het is voor Ebbe onbegrijpelijk dat Noord-Brabant niet is aangemerkt als rampgebied. De Maas ligt achter die bomenrij. Achter die bomenrij, kijk, er komt een schip langs. Kijk, die hebben we mooi, die hebben we er alweer. Achter die boot is Limburg, dat is rampgebied. En deze kant van de boot is Brabant, is geen rampgebied. En daar ben ik ook een beetje verdrietig over, dat Limburg wel een rampgebied is en Brabant niet, terwijl het allemaal Limburgs water is. Ebbe teelt in de uiterwaarden en is bekend met hoogwater in de winter. Maar als zoveel water in de zomer zo snel komt, dan kan Ebbe daar niks tegen beginnen. Hij geeft aan wat hij allemaal kwijt is. 6 hectare pootgoed, 25 hectare consumptieaardappelen en dan resterende nog 12 bunden graan, 12 bunden bieten en dan ja, etelijke hectares mais. Maar daar praat ik niet over, want dat is gewoon eigenlijk een bijzaak. Maar het ergste geval is hier bij ons eigenlijk die 6 hectare pootgoed die zijn verleden tijd. Zo'n première pootgoed ben ik gewoon minimaal 10.000 per hectare kwijt. Dus stel maar uit wat verloren is. Alleen de gevolgschade is eigenlijk nog erger. Want ik heb volgend jaar deze premières, die waren eigenlijk voor volgend jaar, die zijn weg. Dus we kunnen weer voor en van beginnen.